Die slag van Bloedrivier. De slag van Bloedrivier is voorafgegaan door twee van die verraderlijkste moorden in de geschiedenis van Zuid-Afrika. Die moord op Piet Retief en zijn gevolg in de Zulu-hoofdstad Umgungundlovu en die moord op die voortrekkers langs de Blauwkraans en Boesmansrivier in Natal. Samen met Piet Retief is 60 man en ongeveer 30 niet-blanke achterrijders vermoord. Aan die Blauwkraans en Boesmansrivier is 40 mans, 56 vrouwen, 185 kinders en meer dan 200 niet-blanke bediendes om die leven gebracht. In totaal dus bijna 600 mensen. Die voortrekkers was vastberaden om hierdie moorde nie ongestraft te laat nie. In april 1838 het de commando onder Hendrik Potgieter en Piet Uys teen die Zulus uitgetrek, maar in die slag van Italeni die onderspit gedelf. Die voortrekkers het echter nie moet opgegee nie en begin reëlingsdryf vir 'n verdere commando later in die jaar. Op 22 november 1838 het Andries Pretorius, een vooraanstaande boer uit Graaf Renetse wereld, in Soilaar langs die Klein Tugela aangekomen. 4 dagen later is hij tot hoofdcommandant gekies en nog 2 dagen later trek hij met de commando teen die Zulus uit. Die commando van 470 man het met 57 waans in die richting van Umgungundlovu getrek en het 2 kanonnen en veghekke wat onder die waans vastgemaakt kon worden om een stevige vesting te vormen met hulle saamgeneem. Hier benevens het Pretorius gesorg dat die mannen ook geestelijk voorbereid word en daar is gereeld 2 keer per dag godsdienst gehou met die mannen in 3 groepen ingedeel. Pretorius het zelf die mannen aangespoor en geïnspireerd. Commandanten, veldkornetten en burgers, het is zeker niet voor jullie vreemd dat ik jullie vanochtend bij elkaar geroep het nie. Zoals jullie weet, staar hongersnood. En ja, zelfs die dood ons in die gezicht, als de ganse macht niet gebrek wordt niet. Jullie het soms toch zeker gewonder en het snaaks gevind, dat daar schielijk zo baie dinge in die laar gebeur, wat tevoren nooit nodig was niet. Gisteravond nog, hoor ik iemand klaar oor die feit, dat ons elke avond laar moet trek. Maar, het daar die persoon al gedink, wat zou gebeuren als ons in die nacht onverwachts aangeval wordt? Het is ook daarom dat ik die waans door een voor- en achterhoeder laat beschermen wanneer daar getrek wordt. Maar bovenal wil ik vanmorgen een ernstige vermaning tot allemaal rug. Onthou, een zaak zonder God begin moet verijdeld worden. Elkeen moet zijn plicht doen. En onthou, wanneer die dag aanbreekt dat ons met die vijand bots, moet elke burger ons als een beschaafde mens gedragen. Niemand zal zijn handen aan een vrouw of kind slaan nie. Elke aanvoerder moet oor hierdie zaken met zijn mannen praat. U, commandant Landman, commandant Jacobs, commandant Potgieter en commandant Erasmus en ook commandant De Lange. En dan is ik vandaag blij om te kan zeggen dat daar een geest van gehoorzaamheid en eensgezindheid onder die mannen heers. Zo moet het wees. En onthou ten alle tye, eendrag maak mag. Commandant Landman, ik stel u nou aan die woord. Geachte hoofdcommandant Pretorius, burgers, ik denk allemaal sal met mij saamstem dat ons dankbaar teenoor God behoort te wees voor een man soos commandant Pretorius. Een man wat ernstig kan vermaan, een man wat verstandig optree in een tijd van crisis. Maar bovenal, een man wat bezorgd is oor die sielewelvaart van zijn burgers. En ons weet dat met zo'n man aan die roer van zaken, wat naar die almachtige skepper opkijkt om raad en hulp, ons die toekomst met geruste hart kan binnengaan. Ons vraag nou vir neef Sarel Soulier om het gebed af te sluiten. Gedenk
Gedurende die daaropvolgende dag het die onrustigheid in die laar toegeneem. Daar was nog geen teken van die vijand nie, maar allemaal het besef dat een groot botsing iewers onderweg na Umgungundlovu zou plaasvind. Pretorius het die gevaar misschien beter als enig iemand anders besef en hij het toe op die gedachte gekom om een gelofte aan die Here te doen. Op zondagochtend 9 december 1838 vergader die burgers bij Wasbankrivier voor die ochtendgodsdienst. Sarel Selje laat singelen uit Psalm 38. Hierna doen Selje een voorgebed en lees Rigter 6 verse 1 tot 24. En weer herinner ik u aan vers 24. Toen bouwden Gideon al daar den Heeren in een altaar en de noemde hem de Heere is vrede. Hij is nog tot op deze dag een Ofra der Abi Esritten. Mijn broers en landgenoten, hier staan ons op hierdie oomlik voor de heilige God van hemel en aarde. Ons doen een gelofte aan hom, dat ons, als hij ons sy bescherming zal verleen, als hij ons vijand in ons hand zal geven en ons met oorwinning zal zien, een huis tot verheerlijking van zijn groot naam zal bouwen. Dat ons die oorwinningsdag elke jaar soos een dankdag en sabbat tot sy eer sal deurbring. En dat ons dit tot in ons verste nageslachte sal bekendmaak, zodat ook ons kinders en kunstkinders dit tot sy eer sal gedenk. Want sy naam word daardoor verheerlik en die roem en eer van die oorwinning wat hy ons mag gee, word hom toegebring. Die godsdienstoefening is afgesluit met die sing van verse 12 en 21 van Psalm 38 en Psalm 134. Na 9 december word die gelofte elke aand in die laar herhaal tot die aand van die 15e, die vooraand van die slag van Bloedrivier. Is allemaal door die rivier? Nee, die laatste was nog bezig om deur te trek. Dit wil lyk asof die ons op een barreerder begin raak. Meneer Dirk! Is dit die twee ruiters wat daar aangereik word nie? Ja. Ja, dis Jan en... Dis Jan en Hans. En hulle jag asof die duivel agter hulle is. Daar ry nou na die kommandant. Kommandant! Kommandant! Ons het hulle gesien. Zulus is verskrikkelijk, hulle is een oormag. Die swart is net waar jy kyk. Waar het jy hulle gesien, neefant? So wat 2 uur te per van hier af, kommandant. Ons daarom al genoeg tijd om laar te trekken. Maar hoe kan ons hier laar trekken, commandant? Ons is klaar door die rivieren. En die plek waar ons nou is, wel, ons kan nie hier ver nie. Nee, het is heeltemaal waar wat jy sê, nie, vader. Ja, ons nou door die rivier terugtrek naar die andere kant toe, sal het beter wees. Maar as een diep sloot wat in die rivier loop, as een mens naar die laar daar opslaan, as jy die baas die mekaar trek, en met osrie en remkettings die vechhekke tussen die voor- en achterwielen vastmaak, zal het ideaal wees. Juf Molman! Ja, commandant! Die waas moet dadelijk terug in die rivier. Die laar zal in die sloot getrek word. Ek rij intussen met ongeveer 220 man in die richting van die vijand. Daar zat hulle, commandant. Kijk naar die hele wereld is zwart van hulle. Ik wonder hoeveel van hulle daar is. Zeker een heel paar duizenden. Kijk hoe zit hulle. Plat op die grond en doodstil. Het is te laat om nou te ver, commandant. Het begin al donker word. Ja, morgen is zondag. Toen zij ons daartoe gedreven wordt, moet ons niet op die Heerse dag in een gevecht beland nie. Ons moet proberen om die gevecht tot maandag uit te stellen. En intussen moet ons gereed maken. Commandant, dat is een geweldige oormag. We hebben nog nooit zoiets gezien. Dank je, ons moet door die aanval oorgaan, commandant. Nee, is nou al te laat. Die trein is niet geskipt, nie, jong. Laat ons terugkeer naar die laag. Ha,
Die laar is feitelijk klaargetrek, commandant. Ja, nee, jullie het goede werk gedoen, meneer Molman. Is jij zeker dat die vechhekken goed vast is? Ja, ik heb het allemaal persoonlijk nagegaan, commandant. Ja. Niemand zal daar kan neerkomen. Die perrenruiter zal dus net op twee plekken kan neerkomen. Nee. Dat is recht, commandant. Zoals commandant hier kan zien, is daar twee loswaans in die laar waarmee die openingen gesluit kan worden. Ja, ja. Elke keer waar die ruiters in of uit gaan aan, trek ons net die waans weg. Ja, ja. Mens kan die hekke sommer ook verschietgaten voor die kanonnen gebruiken. Ons kan ook Griekie hier zetten. Maar ja, goed. Lijkt of alles recht is. Maar die laar zo in de D-vorm is ons recht voor hulle. Gelukkig raken hulle gewoonlijk handgemeen. Hulle gooi nie helaas een gaaie nie. En met die laar zoals hy nou is, is ons recht voor enig iets. Ek verwacht dat hulle van een stormloop tactiek gebruik zal maken. Ons dan uit moet lucht, iwis, hè. Het is donker maan vanavond. Ja, nee, jy is recht, meneer Molman. Dag, laat die mannen vetkerslanterens aan lang zweepstokken vastmaken. Ja. En dan maak ons die zweepstokken aan die waans vast. Ja, ja, commandant, ek het aan diezelfde ding gedink. Ons maak zo. Ja, Sammy, is die vee behoorlijk verzorgd? Ja, al die peren en trekkels is binnen die laar. Ja, goed. Daar kom neef Sarels wel jy nou juist aan. Vanavond zal ons die gelofte voor die laatste keer afleg voor die slag. Is jy terug, Klaas? Nee, of koos. Daar is duizenden van hulle. En ons is net een handje vol. Zal ons ooit iets tegen hulle kan uitdruk? Waar jou geloof, Klaas? Heb je dan vergeet? Zondagochtend 16 december, 2 uur voor dagbreek, was elke burger op zijn pos. Die mis het nog zwaar oor die laar gehang en het was stik donker. Toen die eerste tekens van daglig in die ooste huiver, het die mis begin opklaar en toen het licht genoeg was om te zien, merk die trekkers duizenden Zulus wat in die richting van die laar beweeg. Hulle het sonder versuim op die laar afgestorm en toe hulle binne trefafstand was, het Pretorius die bevel gegee om te skiet. Verder terug als wat hulle net nou was. Het lijkt alsof hulle in daar behou. Onder wat hulle plan is. Hier kom hulle weer. Die voorste storm. Vier! Vier! Hier kom hulle! Hou Griekie en die ander graf. Dus het skiet baie neer hulle. Hierdie kant die koos! Hierdie kant! Hierdie kant die koos! Hierdie kant! Hop ons daar, neef daar! Hulle klim op mekaar sy skouwers by die schuitkeller! Jeep ons! We gaan naar die middel van die laar aan. Dat is die veer! Hulle raak verbouwereer door die skieterij, hulle gaan losbreek! Die mannen, aan die kant van die veer op! Op ons, Klaas! Ons maak in die schoot, pas op! Die ons aan die kant, kom hier naartoe! Kom hier, kom hier aan het burgers nou! Kom dan, Pretorius, ons moet hier die kant doen skiet! Ja, skiet, die schoot, die kant! Die schoot, die kant! Allemaal aan die kant! Skiet, die schoot! Skiet, mannen, skiet! Start veer! Hulle het weer teruggeval, Piet. Verder terug als die laatste keer. Kijk hoe hardloop die boodskappers hier en weer. Ja, ek dink hulle gaan ons beleer. En dan moet ons hulle weer uitdaag om tot nog een storm uit uitdaag. Ek ga vir broer Bart met de tolk naar hulle te sturen om hulle te taart. Bart, waar is jij? Wat doen jullie nou, mannen van den Gaan? Ek het gekomen om te vecht. Niet die weerloze vrouwen en kinders nie, maar die mannen. Hoe kom van jullie mij niet aan, hè? Is jullie dan bang, mannen van den Gaan? Nadat die Zulus sowat 5 keer te vergeefs op die laar afgestorm het, het Pretorius bevel gegee dat 150 man te paard tot die aanval moes oorgaan. Dit was die groot keerpunt in die geveg. Die 150 ruiters het die Zulu leer in 2 verdeel en op die vlug gedrywe. Hierdie wending het ongeveer 2 uur na die aanvang van die geveg gekom. Dit kon dus nie veel later as 8 uur die ochtend gewees het nie. Die Zulus het in alle windrichtings gevlug. Rondom die laar is een tel.
Aan die kant van die boeren was daar slechts 3 gewondes. Een van hulle was Andries Pretorius zelf, wat de assegaai steek met zijn hand probeerde afweer het. Die ander 2 was Gerrit Raad en Philip Fourie. Zo is die slag van Bloedrivier in een schitterende oorwinning geëindig voor die boeren, voor die organisatie van hulle veldheer en bovenal voor die moed en geloof van die voortrekkers. Die mannen het gevoel dat hulle smeekbede verhoor is. Die slag van Bloedrivier is die grootste slag wat ooit tussen die witman en die zwartman in Suid-Afrika plaasgevind het. Nauwelijks was die Zulus verslaan of duizenden vluchtelingen wat weens Dingaanse tirannie een vreesbevangen bestaan in die bergen en bossen gevoer het, het uit hulle skuilplekke gekom om onder die wet en orde wat die voortrekker wapen gebring het, een betere bestaan te vind. Dit is aan die voortrekkers te danken dat Natal vir die beskawing opgestel is. Die slag van Bloedrivier staan groot in ons geschiedenis. Dit getuig van die moed en die volharding van die voortrekkers. Die wedervaringen van die trekgezelschap van Andries Hendrik Potgieter. Het is tegen die einde van die jaar 1835. Uit die districte Koolsberg en Tarka trek rijen wit tentwaans na een centrale punt. Tussen die duizenden stuks vee beweeg een opgewonde groepie mensen. 35 weerbare mans, als ook hulle gezinnen en families onder leiding van Andries Hendrik Potgieter. Onder die mensen is onder andere die Botas, Kruijers, Liebenberg, Steins en Robertses. Almal is van plan om die Kaap met zijn onsympathieke regering permanent te verlaat. Burgers, staan een beetje nader alsjeblieft. Staan nader alsjeblieft. Voordat ons vertrek, eerst een paar zaken wat afgehandeld moet worden. Zoals jullie zeker allemaal weet, is daar min zwartes wat bereid is om samen met ons te gaan. Ons moet dus een plan met die vee maak. Maar geen probleem is onoorbrugbaar nie. Ons sal moet reël dat die vrouwens en kinders die klein vee verzorg en desnoods aanjaag. Die seuns sal die beeste en pare moet verzorg. Wat gebeurt met ons dat nie seuns het nie, commandant Potgieter? Ja, dat is een probleem. Die dochters sal maar moet help, neef. Jou dochters is mos ouder as 12, nie waar nie? Ja, commandant. Ons sal soms ook die vrouwens moet vragen om die osse te drijf. Kom, ons stel het so. Elke familie tref nou self sy eie reëlings. As daar probleem is, rapporteer asseblief dadelijk aan my. En dan is daar nog een zaak. Ons sal seker op een dag nie verder as een uur te perd kan trek nie. Mens moet aan die vrouwens en kinders dink. En die vee kan nie vinniger gejaag word nie. En zo het die reis begin. Dit het stadig gevorder en die mensen het baie problemen gehad. Een daarvan was dat die grote rivier, als gevolg van die somereens, kant en wal geleid. Burgers, hier staan ons voor die grote rivier. Het probleem is nou om deur te komen, maar ons moet toch deur komen. Daar is net één manier. Ons moet vlotte bou. Vlotte, commandant? Waarmee? Van boomstampen, mijn vriend. Kijk naar die valgerbome op die wal. Ons bou stevige vlotte en dan kan ons die waans oorneem. Eerst die waans, dan die vrachten. En dan die klein vee wat niet kan zwemmen. Die beste en die paren sal zelf moet deurswemmen. Dan moet ons sommer nou begin. Waar jullie zien daar. Ga roep al die mannen bij elkaar. En jullie andere kloppen hier zo. Kom ik hier zo. Is bijwerk, mannen. Is bijwerk. Mooi, ek is blij jullie stem saam. Die vrouwens sal die laaste oorgeneem word. Nadat al die goederen oorgeneem is, het die vrouwens aan die beurt gekom. Hulle het gesang 20 gesing, terwijl hulle oorgeneem is. Toe hulle oor kan die rivier kom, het verskillendes uitgeroep. Hier staan ek op vrye grond, waar die Engelse regering geen sy het nie. Na by die huidige Smithfield, het Sarel Solier
en sy trekgeselskap hulle vanuit Koolsberg ingehaal. Elke dag is 3 of 4 man te perd vooruit om die beste pad te soek. Die gebied wat nou voor hulle gelei het, was feitelik onbewoon, totdat hulle een donker berg in die verte gesien het, met een wit kol onder een van die kranse. Moeder! Moeder! Wat is het, Gerrit? Ons kom nou net van die barrelong af. Waar is die ander man? Is dit iets gebeur? Nee, ek moet net vooruit grym. Is dat dan iets verkeerd? Dis maar net een klein groepie barrelong. Hulle lyk bang en ook baie uitgehonger. Hulle woon daar teen die voet van die Bleesberg, maar hulle noem Tabanshu. Wat praat jy toch, my kind? Maar dis die Matibelis onder sy kaats wat hulle so uitgemoor het. Hulle het ons nou gevra of hulle wil te skiet, want hulle gaan dood van die honger. Die Matibelis? Dis glo machtige en wrede zwart stam, maar. En die ergste is, onthou maar die witkool wat ons onder die kraanse gesien het. Ja, ek onthou dit. Dis geraamtes, ma. Ja, geraamtes, ma, van die mense wat die Matibelis daar afgegooi het. Oh, nee. En die Matibelis is in die noorde, en ons trek soen toe. Oh. Verder noord, tussen die Vet en Vaalrivier, het die trekkers begin versprei. In mei 1836 is Potgieter en nog 11 man na die noordooste om die voortrekkerleier Louis Trigard te gaan soek en die landstreek noord van die Vaalrivier te verken. Die vooruitzichte om die gebied noord van die Vaal te bewoon was bemoedigend. Begin september kom hulle weer in die Laars aan. Erasmus, wat het hier gebeur? Dit is verskriklik, kommandant. Dit het 'n paar dae gelede gebeur. Ek wil 'n volledige verslag hê, asseblief. Wie was allemaal daarbij betrokken? Ek sien, terwijl hy weg was, kommandant Potgieter, Barend Liebenberg en sy mense die Vaalrivier oorgetrek. Ja. Daarna het ook die trekker van Johannes Botha, Hermanus Stein, Jacobus Hamman, Lucas Barnors gevolg. Jy sien, kommandant, my geselskap is eindelijk olifantjagters. By my was 3 seuns, Piet Becker en sy seun, en nog 2 mans. 22 augustus is my groepies is gewoonlik in 3 verdeel op soek na wild. En toe ons die aand terugry. Pa, oor pa dit ook. Sst. Ja, en kom van die kamp af. Kom, gauw. Hier voor ons, ek klom zwart is pa. Wat is hier aan die gang? Pa, hier is groot fout. Ek vertrou nie die vrede nie. Hulle maak vir ons een pad op om in te gaan. Moenie pa, dit is net een set. Goeie genacht, kyk nie daar. Hulle is bezig om die bediendes door te maak. Gou, draai om! Hier kom hulle! Wat het julle toegemaak? Daar was net een uitweg, kommandant. Allemaal het by mekaar gekom by een skerp draai in die rivier. Ons het half sirkel waar daar getrek. Ons het takke en al die openings vastgemaak en omtrent 9 uur het gebeur. Seker goed 1000 Matibele het by die laartjie aangekom en rondgekyk. Uur later het hulle begin aanval. Hulle was verras met die geweervuur. Middag na 3 het hulle die aftog geblaas. Ja. En ons mense het daar van hulle omgekom. Christian Armse, kommandant. Ongeveer 150 Matibeles. Het hulle ons vee gevat, selfs van ons waans ook. Kommandant, ek kan nie inding nie. Toe ons by die Liebenbergs kom, was iets verskrikliks om te sien. Omtrent allemaal is uitgemoor. Daar was Jan de Tooi se vrou wat hulle kind vastgehou het, albei is deurboor. Sy en die baba het nog geleef, maar sy is intussen dood. Ons verwag die kind sal gesond word. Van die ander gewondes is bezig om te herstel. Van my groep het net ek, Piet Becker en my een seun die lewe behou. Burgers! Burgers! Sal Kaats sal nie hierby berus nie. Hy sal weer 'n impie stuur om ons aan te val. Die voorste mense moet dadelijk terugval. Die na by die Vetrivier sal daar moet saamtrek. En die ander op 'n plek wat ek sal aanwys, tussen die Renoster en die Wilgerivier. Ek maak staat op almal se algehele samenwerking.
Bij die aanhoor van zijn mannen zijn neerlaag, het Silkaats dadelijk 6000 van zijn dapperste mannen gestuurd om die emigranten heeltemaal uit te wis. Die hoofd in Duna was Kalibi. Kort daarna het Potgieterse spionen bericht gebring dat die Fleur van die Matabelimach op pad was en reeds die Vaalrivier oorgesteek het. 10 man onder leiding van Potgieter het dadelijk vertrek om met die Matabeli te praat en grond van hulle te ruil. Maar dit het misluk. Steeds het die Matabeli nader gekom. Burgers, burgers, soos julle nou reeds weet, sal ons 33 man en 7 groot seuns, wat die hulp van die vrouwe ons teen die vijand moet verdedig. Na ons hier verdaag het, trek ons ons waans in die vorm van een veglaar. Al die waans, commandant? Nee, nie allemaal nie. Partij waans sal as een schuiling gebruik word. Ons trek hulle in die middel van die laar. Die waans trek ons met beestvelle en planke oor. Dan weet ons daarom dat die kinders veilig is. Al die waans word met trekkettings aan mekaar vastgemaak, behalwe één opening, waar een paard en een ruiter kan deurkom. En die opening sal met een doringboom gesluit word. En wat van die oopplekke onder die waans, commandant? Die sal ons ook met doringtakke toemaak, en met riemen stevig vastmaak. Alle skietgoed moet reg wees. Elke man wat skiet, moet iemand by hom hee wat help laai. En die osse, commandant? Ja, daar het ons een probleem. Al die vee sal in die veld moet bly. Dat is al wat ons kan doen. Die veewachter sal net eenvoudig moet vlug as het nodig word. Ja, nie daarvan. Wat gaan die beste verloor? God, burgers, dis dan al. Tot vanavond met die aandgodsdienst. Die ochtend van 16 oktober 1836 het een hele aantal man te perd die Matabele tegemoet gerei om weer te onderhandel. Die Matabele het achter hulle skuldvelle op hulle hurke gesit. Toen die trekkers 50 tree van die horde was, het hulle weer door een tolk probeer onderhandel. Daarmee het die duizenden opgespring, iets geskreeuw soos misilikatie, en op die trekkers afgestorm. Die trekkers het al skietende na die laar teruggejaag. Binnen enkele oomblikke was die laar omsingel. Goeie genuchtig, kyk net hoe sit hulle daar, makkelijk 400 meter van die laar af. Is verskrikkelijk, hulle sit net, kom storm hulle nie. Kyk daar, bring hulle van ons beeste nader. En hulle word net daarin dan geslag. En hy die vlees rauw. Sien dit, rauw. En die anders sluit nog hulle as gaie skerper. Die spanning is verskrikkelijk. Hulle tart ons uit. Ja, dis hulle doel om ons senuwees uit te mergel. As een mens net dadelijk kyk, hele wereld zwart van hulle. Seker goed 6000 van hulle. Wacht, daar bink Sarel sy jy van ons. Burgers, kom ons sluit ons oe in gebed. Almachtige God, ons is nietige mense. Ontferm u. Val toch aan asseblief. Wat sit allemaal toch so? Dit hoort ondraaglik. Onthou, burgers, niemand skiet voordat ek die eerste skoot geskiet het. Elkeen doen sy deel en vertrou op God. Haai, kyk wat doen Koos Potgieter. Hy het roeilap aan een sweepstok vastgemaak en hy waai vir die vijand daarmee. Hier kom hulle, hulle storm. Ach, lieve vader, boet ons. Toen die Matabele 30 tree van die laar was, trek commandant Potgieter sy eerste skoot af. 40 roebers skiet lood uit, sarsie op sarsie, maar die oormag is te groot. Hulle is reeds by die laar. Verwoed word aan die takke geplak. Die waans word letterlijk van hulle plek gesleep of gedruk. Talle probeer nou oor die waans klim, maar word afgeskiet. So het het aangehou, totdat die aanvallers moest terugval. Hoe lyk het? Doe maar, laat ek net die wond gauw skoon maak. Waar is hulle nou? Hulle teruggeval. Wacht, lees. Ach nee, wacht vrou, ek moet sien. Lees tal, wacht nou. En nou? Wie skiet so? Is van die mans. Hulle skiet die Matabele wat buiten die laar lee en sweet. Hulle sê, dooie Matabele sweet nie. En? Is daar iemand dood? Ek bedoel van ons mense. Ja, twee man. So, ja, het lyk beter. Hoe voel het nou? Yes, baie beter. Maar, ek wou nog vraag het. Hier kom hulle weer! Die
tweede stormloop is andermaal afgeslaan. Daarop het potgieter en 6 van zijn beste man te perd uitgejaagd en die vijand gaan uitlok. Dit heeft die derde aanval tot gevolg gehad. Weer en weer heeft die Matabele oor die waas probeer klim, maar hulle is telkemale gekeer. Hierdie aanval was die meest verwoede. Ene mevrouw Swanepoel het de Matabele in de waas zien inklim. Sy die eerste die beste voorwerp gegryp, een bijl, en sy hand mors afgekap. Een ander Matabele het een asgaai dwars deur een dochterse kopvel gesteek. Een ander asgaai het een seunse kuit deurboor. Waatente was stukkend gesteek. Kalipi het besef dat hulle Moses tegengekom het. Daar het reeds ongeveer 500 Matabeles om die laar doodgelei. Onder gejuich en dankgebede aan boerenkant het die Matabele teruggeval. Nadat allemaal in die laar terug was, is een dankdienst onder leiding van Sarel Selje gehou. Die burgers moest toezien hoe al hulle vee weggevoer wordt. Hulle het geen trekosse gehad om weg te trekken of om die waas te verskuif nie. Hier is nie melk nie. Wat moet van ons kleinkies word? Gelukkig is Hermanus Potgieter en Nicolaas Smit weg om hulp te gaan haal. Wanneer sal ons toch ooit in vrede kan leef? En om te dink dat die jongseens die lijken naar die sloot toe moet sleep. Die commandant het geloof gesê dat hulle die waas met die paarden gaan probeer wegsleep, nader naar die spruit toe. O man, besef jy in hoe ellendige toestand is ons? Hier kan pestsiektes uitbreek. Die ander trekgeselskap is ver van ons af. Ons het nie eers ordentlike medisyne vir al die wonde nie. Gelukkig dat ons ook een uitstekende boerenraad het en dit so goed kan gebruik. Moet u, my vrou, dit sal voorbij gaan. En die jongmans wat elke dag gaan kos soek, hulle kan nie te ver van die Lara weggaan nie, want wie sê die Matabeles val ons nie weer aan nie? En om vleis vir 150 mense te kry. Doe maar, vrou, daar sal uitkomst wees. Daar moet een einde aan kom. Omtrent 2 weken later het hulp in die vorm van ossen, melkkoeien en kos vanaf de Banjou aangekomen. Ten middel november 1836 was al die trekkers weer bij de Banjou bijeen. Intussen het die trekleier Gerrit Merits met zijn volgelingen en verskeie andere kleingroepjes ook daar aangekomen. Daarom is een algemene volksvergadering voor 2 december in die laar van Potgieter Belei. Burgers, kan ons stilte kry asseblief? Soos u weet, groei ons gemeenskap by die dag. En die tyd het nou gekom om vir ons eie regeringsstelsel daar te stel en ons eie wette te skep. Ons het met groot vraagstukke te doen. Soos die trekrichting, ons burgerlijke organisatie, die handhaving van recht en gerechtigheid, en bescherming tegen ons vijanden. Ik verklaar die vergadering dus nou op voor bespreking. Dit is dus duidelijk dat onze burgerraad van 7 leden daar moet stellen. Hulle moet door middel van die algemene volksstem verkies word. Gesloten stembriefie sal gebruik word. Ek vraag julle nou om julle stemrecht uit te oefen. Die volgende manne is verkies. Gerhardus Martinus Marits. Andries Hendrik Potgieter. Johannes Gerhardus Bronkos. Christian Jacobus Liebenberg. Pieter Greling. Daniel Kreur en Stefanus Jansen van Vuren. Marits zal optreden als voorzitter en hoofd van die bestuur. En Potgieter als laarcommandant. Zou die 7 burgers naar voren komen, alsjeblieft. Beloven u om u stiptelijk te houden aan alle zodanige wetten en reglementen zoals door een algemene vergadering besluit, en om na die beste van uw vermoeden onpartijdig en rechtvaardig op te treden in alle zaken waarin u betrokken raakt, het zij burgerlijke of criminele zaken, als ook in andere zaken
betreffende die krijg of oorlog. Wat is uw antwoord? Ja. Ik vraag u nu om die volgende eed met uw handtekening op die document te ondertekenen. De leus is volg. Wij, ondergetekendes, zweren bij deze dat wij ons stiptelijk zullen gedragen en te houden aan alle hetgeen hierboven vermeld staat. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Als je hier zou tekenen, neef. Dank u. Veel schuldig. Meneer Verre. Meneer Van Ries. Daar zo. Mij dank u. Zo is uit die volk, door die volk en voor die volk een bestuur verkies. Die hoogste wetgevende gezag berust bij die volk en hulle kon besluiten nemen wat bindend zou wees voor die bestuur. Belangrijke zaken is dan ook in die praktijk aan een algemene vergadering voorgelegd, zoals bij die verdeling van buit en die kies van de kerkraad. Als rechterlijke macht zou Merits optreden als landros en die andere leden als heemraden. Hier die burgerraad kan met recht die eerste vrij verkozen volksraad of wetgevende lichaam in Zuid-Afrika genoemd worden.